Hallo en welkom bij de speluitleg van Clever Deluxe. Clever Deluxe moet je dobbelen met de dobbelstenen en de juiste waarden aankruisen op je blaadje. We hebben onze dobbelbak, onze zilveren schaal, die dubbelzijdig is en op het einde dient als scorebord, onze zes gekleurde dobbelstenen en ons spelersbord. Voor de standaardversie gebruiken we hier met het sterretje rechtsbovenaan deze versie. Als we deze omdraaien, dan hebben we ook een versie met het vosje. Maar dat is voor zo dadelijk. Eerst en vooral beslissen we met hoeveel spelers we eigenlijk aan het spelen zijn. Spelen we met één of twee spelers, dan gaan we dit veld omcirkelen. Dus dan hebben we zes ronden. Spelen we met drie spelers, dan omcirkelen we dit veld. En dan spelen we vijf ronden. En spelen we met vier spelers, dan zijn er gewoonweg vier ronden. De actieve speler die rolt met de dobbelstenen en die kiest een van de dobbelstenen. Let wel op, deze witte of doorzichtige beter, dat is een joker. Als ik bijvoorbeeld kies om hier de gele dobbelsteen te nemen, dan kruis ik het getalletje 3 in mijn geel kadertje aan. En alle dobbelstenen die strikt kleiner zijn, of de waarden die strikt kleiner zijn, die gaan op het zilveren schaaltje. Daarna rolt de actieve speler met de overige drie dobbelstenen en kiest jij opnieuw een van deze waarden. Ik ga er nu bijvoorbeeld voor kiezen om de groene dobbelsteen te nemen. En dan gaat geen enkele dobbelsteen naar het zilveren schaaltje. Als ik iets aanduid in het groene kader, dan moet ik altijd aan de linkerkant beginnen, net zoals bij al deze andere kaders trouwens. En hierbij moet de waarde groter of gelijk zijn aan 1. Ik mag deze dus doorkruisen. Dit gaat zo verder, groter of gelijk aan 1, 2, 3, 4, 5 enzovoort. Dan wordt die gereset, weer 1, 2, 3 enzovoort. Met als laatste veldje groter of gelijk aan 6. En dan zal de speler nog één keer rollen. Ziezo. En dan zal ik bijvoorbeeld kiezen voor de blauwe dobbelsteen. Wanneer we kiezen voor de blauwe dobbelsteen, dan wordt de waarde van de blauwe en de witte dobbelsteen samen opgeteld. De witte die ligt ondertussen hier. 3 plus 1 is 4. En dan mag ik dat veld aankruisen. Na de derde worp gaat alles wat hierin ligt ook naar het zilveren schaaltje. En dan mogen de andere spelers, dus niet de actieve speler, een van deze drie waarden kiezen om ook aan te duiden op hun spelersbord. Wanneer zij dit niet kunnen doen, mogen zij ook een van de dobbelstenen kiezen van de actieve speler. En op die manier gaat het spel verder tot wanneer elke speler x aantal ronden heeft meegemaakt, heeft gedaan. En dan worden de punten geteld. Hoe het gele kader werkt, dat heb ik al uitgelegd. Hoe het blauwe kader werkt, heb ik uitgelegd. Het groene ook. Bij de oranje mogen we gewoon de waarden noteren. Je bent best dat je daar een hoge waarde noteert, want bij de puntentelling worden deze allemaal opgeteld. We zien hier ook wel enkele velden maal 2. Dus het is best dat je daar wel een hoge waarde noteert. Dus als ik bijvoorbeeld zou kiezen voor de oranje dobbelsteen, dan plaats ik hier gewoon 1. En bij de paarse kader of bij de paarse dobbelstenen moeten we altijd in stijgende waarde dobbelstenen noteren. Dus waarde 4, ik schrijf hier 4, dus mijn volgende moet 5 of 6 zijn. Als ik een 6 noteer, dan wordt het eigenlijk gereset en mag ik hier weer 1, 3, 4, 5 en dergelijke meer noteren. Zoals je ook ziet, als je een volledige rij hebt of kolom, of zelfs de diagonaal in het hele kader, dan speel je enkele zaken vrij. Dit zijn de bonussen. Als we ook de eerste ronde starten, dan zie je dat daar onderaan dit tekentje staat. Dat wil zeggen dat ik die bonus onmiddellijk vrij speel. En dan ga ik die omcirkelen. Dit wil uiteraard zeggen een reroll. Dat is een actie die enkel kan gebruikt worden door de actieve speler. En die mag dan al de dobbelstenen die hier liggen herrollen. Dus als dit het geval zou zijn, mag hij geen dobbelstenen werpen die al op het zilveren schaaltje liggen of die op zijn spelersbord liggen. Als ik dan ook effectief de reroll gebruik, moet ik dan natuurlijk hier aankruisen dat dat veld niet meer beschikbaar is.
Als we beginnen met de tweede ronde, zie je hier een plus 1. Dat is ook een extra actie. Dat betekent dat ik een extra dobbelsteen mag kiezen. Dus als dit het geval is, en ik ben de actieve speler, mag ik bijvoorbeeld nog een extra dobbelsteen gebruiken. Dat mag een extra dobbelsteen zijn die op het zilveren schaal ligt of op mijn spelersbord. Maar als ik deze actie enkele keren na elkaar zou uitvoeren, mag ik elke dobbelsteen maar één keer gebruiken. Soms zien we ook een getalletje met een kleur. Dat wil zeggen dat ik hier de waarde 4 in het oranje kader mag invullen. Of een vraagteken in een gekleurd vakje. Dat wil zeggen dat ik dan eender welke waarde mag aankruisen als deze rij volledig zou zijn. En dan zien we hier nog één icoontje en dat is het vosje. En als ik het vosje ontgrendel, dat betekent dat ik een vermenigvuldiger heb op het einde van het spel. Als ik bijvoorbeeld 3 vossen heb vrijgespeeld, dan krijg ik 3 keer de waarde van de laagste kader die ik gescoord heb. Dus dat betekent, als ik voor de hele kader bijvoorbeeld 10 punten heb gescoord en die 10 is het laagste van al mijn kaders, ik heb 3 vossen, 3 maal 10, dan krijg ik voor mijn vosjes nog 30 punten. Als we dan kijken naar het scorebord, dan zien we dat we hier de namen van de spelers kunnen noteren en dan hieronder de verschillende kaders. Dus de gele kaders, je ziet als je de kolommen volgt dat je hier punten voor krijgt. Je krijgt bij de blauwe kader een aantal punten in functie van het aantal doorgestreepte velden. Dus als je bijvoorbeeld 6 velden hebt doorstreept, dan zal je hiervoor 16 punten krijgen. Bij de groene kader ongeveer hetzelfde, dus hoe ver je raakt, hoeveel punten je krijgt. De punten staan daarboven vermeld. Bij de oranje en de paarse kaders tellen we de verschillende waarden met elkaar op en die noteren we hier. Hier komt dan de score van ons vosje en degene die natuurlijk dan de som heeft of de hoogste som heeft van al die waarden, die wint uiteraard het spelletje. In het geval van een gelijkstand wint de speler die de hoogste score heeft behaald in een categorie. Als het dan nog gelijk zou zijn, dan delen de spelers de overwinning. Nu, ons spelersbord heeft ook nog een andere zijde, namelijk de zijde met het vosje. En dan spelen we ongeveer op dezelfde manier. Het stramien blijft hetzelfde. De actieve speler die gooit met de dobbelstenen. Alle geworpen waarden die strikt minder zijn dan de gekozen dobbelsteen. Dus als hij dan deze 2 kiest, dan gaat deze 1 naar het zilveren schaaltje. En daar wordt opnieuw geworpen, enzovoort enzovoort. De verschillende velden hier, de gekleurde velden, die zijn toch wel lichtjes anders. Als we kijken hier in de gele kader, dan moet je steeds een daaropvolgend dalende dobbelsteen plaatsen. Dus als je hier een 5 plaatst, mag je hier geen 5 of geen 6 meer plaatsen. Dus een 4. Wil je dus al deze velden invullen, moet je hier beginnen en hier eindigen met 1. Al de bonussen die kan je uiteraard weer opnieuw vrij spelen. De tweede rij in de gele tabel, die tellen als minpunten, maar die spelen elke keer wel een bonus vrij. En daaronder de derde rij, dit zijn allemaal pluspunten. Slaag je er dan nog in om de kolommen te vervolledigen, dan krijg je op het einde van het spel nog die punten, plus de eventuele extra bonuspunten die je volgens de laatste 2 rijen hebt vrijgespeeld. In het geval van de blauwe tabel gaat die identiek op dezelfde manier als de andere zijde, dus de waarden van de blauwe en de witte dobbelsteen worden opgeteld en deze velden kunnen we dan doorkruisen. Bij de groene kader zien we paren van velden en we zien daartussen een minnetje staan. We zien daar ook een vermenigvuldiger, dus in het eerste geval maal 2 of maal 3. Wij mogen dan bijvoorbeeld de groene dobbelsteen ook eerst in het rechtse veld invullen en pas dan degene in het linkse veld. Pas nadat deze 2 zijn ingevuld, kunnen we overgaan naar het volgende veld. Dit betekent dat we de waarden, bijvoorbeeld ik gooi een groene 2 zoals nu het geval is, dan mag ik hier 6 invullen. Dan ga ik ervoor zorgen dat ik met mijn groene dobbelsteen een hogere waarde heb, bijvoorbeeld 5. 5 maal 2 is 10, 10 min 6 is 4. Voor dit stukje, voor dit paar, krijg ik dan 4 punten en zo gaat het opnieuw verder. Let wel op, je krijgt opnieuw een aantal bonussen daaronder uitgebeeld. In de oranje kader
zie je verschillende waarden staan. En hier is eigenlijk het moeilijke stuk. Eén keer als we een waarde hebben aangeduid, mogen we niet meer opnieuw teruggaan naar links. Dus we kunnen enkel naar de rechterkant gaan. Dat betekent, als ik als eerste mijn 3 hier aanduid, dat die 2 en deze 5 verloren zijn. Je ziet hier ook bonussen tussen 2 velden. Deze zijn pas actief als beide velden aangeduid zijn. Opnieuw krijg je op het einde het aantal punten die je hebt verkregen in een functie van het aantal ingekruiste velden. Dus dat betekent, ga ik 8 oranje velden aankruisen, dan krijg ik daarvoor in dit geval 36 punten. In het geval van de paarse kader wordt de waarde van de paarse dobbelsteen samen met de waarden van alle dobbelstenen in het zilveren schaaltje opgeteld. En dit moet steeds stijgend zijn. Dus je bent best dat je begint met een kleine waarde en dat je dat langzaam opbouwt. Opnieuw, op het einde van het spel krijg je een aantal punten tot waar je het veld hebt aangekruist. En opnieuw heb je hier de verschillende bonussen. We hebben ook een nieuw icoontje erbij. Dat is dit icoontje en dat verwijst naar dit bonuskadertje eigenlijk. En als je dan hier iets ingevuld hebt, dan mag je een van deze 3 bonussen kiezen. Je kiest die dan ook door het cirkeltje aan te vullen, of in te vullen, beter gezegd. En je mag die bonusactie dan gebruiken wanneer je wilt. Maar wat betekenen deze? De bovenste, dat is het zilver oppoetsen. En dat betekent dat je de waarde van een dobbelsteen op de zilveren schaal plus of min 1 mag aan toevoegen. Let wel op, dat is niet voor de actieve speler, dat is enkel voor de passieve spelers die dit kunnen doen. Als tweede hebben we een dobbelsteen teruggaan. Dat betekent als ik een dobbelsteen hier op het schaaltje heb geplaatst, dat ik deze toch nog mag terugnemen en ermee mag werpen. En dan heb je hier de waarden 1, 6 en een vraagteken. En dat betekent dat je een dobbelsteen mag kiezen van een bepaalde kleur, bijvoorbeeld de groene. En ik mag die dan zetten op 1 of op 6. Of als ik de derde kan aankruisen, een zelfverkozen waarde. Let wel op, we moeten deze altijd aanvullen van links naar rechts. Dus we mogen niet onmiddellijk het vraagteken aanduiden. We moeten eerst de 1, dan de 6 en dan het vraagteken aanduiden. Net zoals in de vorige versie van het spel, zal je op het einde weer dit scorebordje gebruiken en de verschillende punten met elkaar optellen. Dus bij de gele kader kijken we naar de kolommen, bij de blauwe naar het aantal ingekleurde vakjes. Bij de groene tellen we het aantal verschillen eigenlijk op met elkaar. Bij de oranje kijk je naar het aantal oranje vakjes die je hebt ingekleurd en krijg je daar in overeenstemming punten voor. En bij de paarse kader kijken we hoe ver je geraakt bent en je krijgt de punten die erboven staan. De vosjes die werken op dezelfde manier als het basisspel. Dus een aantal keer, dat aantal is het aantal vosjes dat je hebt kunnen aanduiden, maal de laagste waarde die je behaalt in de andere categorieën. Opnieuw wint de speler die de hoogste som heeft en in geval van gelijkstand degene die de hoogste score heeft behaald in een van de categorieën. Ziezo, dat was onze speluitleg van Clever Deluxe. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. En vergeet zeker ook niet onze review te lezen op spellendreef.be. Bedankt om te kijken.